Deze reportage wordt verwarmd door Van der Pluim, Haard en Schouw. Dat is wel leuk, hè? In Breda hadden ze heel mooi een route door de kerk. Hè? Ja. We hebben hier als gemeente een winkelcentrum aangekocht. Daar komt ons nieuwe stadhuis in. Ja, dat zou natuurlijk ook gaaf zijn om echt letterlijk door het toekomstige gemeentehuis te fietsen. Dus dat zou misschien wel een starten kon ook. met de finish proberen we het veiligheidsaspect dat soort dingen wel tot een minimum te beperken. Maar met de start, de start verloopt vaak ceremonieel. We kunnen inderdaad binnen in een kerk tussen de banken starten als het moet. En dat gaat met 20 km per uur allemaal rustig aan. En dan als je de bebouwde kom uitrijdt, wordt er een vlagsignaal gegeven en dan brandt de koers echt los. Dus dit soort locaties kunnen we vooral vanaf de start gerust aandoen. Ja. We zijn op dit moment hier bij de perspresentatie van de ZLM Tour, die de komende 3 jaar een etappeplaats wordt in Oosterhout. En we zien hier Dees Melsen, Joost van Wijngaarden en Arnoud Kasteleins, die dit samen geïnitieerd hebben. En Joost, hoe blij zijn jullie met Oosterhout als etappeplaats? Ja, erg blij. Het is echt een wielergemeente met heel veel verenigingen, tourclubs, historie. En met name dat ze het dan meteen voor 3 jaar vastleggen. Daar ben ik heel blij mee, want dat scheelt de komende winters een hele hoop tijd die we dan kunnen investeren in het nog beter maken van de ZLM Tour. In plaats van dat we weer op zoek moeten naar weer nieuwe gemeenten. Dus ja, we zijn heel blij met gemeente Oosterhout, absoluut. En hoe blij is de gemeente Oosterhout met de ZLM Tour? Ja, hartstikke blij. En wij willen al heel lang een profkoers. En volgens mij gaat die nog komen in Oosterhout. Dus vooral de start-finish. Natuurlijk, dat maakt die juist extra interessant voor de gemeente Oosterhout. Om op deze manier dat evenement te organiseren. En met natuurlijk gewoon onze organisatie Pro Fietsen in Oosterhout erachter. Waar we gewoon op die dag gewoon heel veel leuke dingen op het gebied van wielrennen gaan doen met elkaar. En we denken dat we hier Oosterhout niet alleen sportief, maar ook gewoon op een andere manier weer op de kaart gaan zetten. En dat doen we als college allemaal voor. Ja, dan wordt het nu een hele drukke tijd natuurlijk om ook die dag te organiseren als gemeente en wat evenementen. Is er al iets in de planning of gaat het allemaal nog in het hoofd van wat kunnen we doen? Ja, het zit hem nog inderdaad vooral de ideeën. Hè. We hebben net dit besluit genomen om dit zo te doen. We hebben Prom Oosterhout, een stichting die heel veel ervaring heeft ook met evenementen opzetten rondom een wielerevenement. Ja, dus wat dat betreft volop kansen. We vragen ook de ondernemers in de binnenstad ook mee te denken. Toerisme om na te denken van, goh, wat kunnen we er allemaal mee? En wat voor evenementen kunnen we toevoegen? Dus ja, wij laten ons ook verrassen en we gaan zien hoe we Oosterhout op de kaart kunnen zetten. Dank jullie wel. Heel veel succes en op naar 11 juni 2023. Deze reportage werd verwarmd door Van der Pluim, Haard en Schouw.